Zo, dit is Johan, het Rotterdamse ketelbinkie die in Amerika woont, ver weg in Californië. En ik ben net van plan om een video te maken van onze omgeving, de bergen. En wij wonen ook vlakbij een vliegveld waar de skydivers gebruik van maken. En daar ga ik dan naartoe. En dan zal ik proberen om alles op een video te zetten. Ik ben nog maar een beginner met dat software. Maar ik heb het een beetje uitgepluist en ik hoop dat jullie daarvan kunnen kijken. Zo, in ieder geval, dit is Johan van Oldenbarneveld in Sun City, Californië. En ik zeg aan alle Hollanders, alle Rotterdammers, Capelle aan de IJssel, Bergen op Zoom, Bergse Hoek, Sint-Charloes, dag allemaal. Ziezo hier, als ik beloofd heb, eventjes de bergen rondkijken waar wij wonen. Dit is net om de hoek van ons huis. En die bergen die zijn in de winter, als het regent, zijn ze met sneeuw bedekt. Zo hier, nou gaan ze naar omlaag. Die huizen zijn niet zo groot. En dan is dit natuurlijk een drukke straat. Maar ik wil jullie dat toch even laten zien bij ons, net uit de hek vandaan. Nu sta ik op een ander plekje en hier kan je misschien bovenop die hoge berg nog een beetje sneeuw zien. Dat is van een paar weken geleden toen het een beetje geregend had. Zo, hier kan je een beetje beter de bergen zien. En wij wonen natuurlijk in het vallei onder de bergen. Dit is misschien 2 minuten van ons huis vandaan. En dan zal ik helemaal rondgaan om jullie een idee te geven van onze omgeving. Nu ga ik een beetje verder rijden, another misschien 5 minuutjes, en dan ga ik naar een airport toe, een vliegveld, waar de skydivers gebruik van maken. So here we are dan. Dit is een paraskydive airport. Op het ogenblik waait de wind tamelijk veel. En ik geloof niet dat er skydivers in de lucht zijn. Maar hier, nou denk ik dat er gasten van Canada zijn. En dan gaan we maar verder. Hier, om te zien waar ons skydiving vliegveld is. Hier, onderneath hier, de skydivers vouwen hun parachutes. En iedereen moet zijn eigen parachute vouwen. Zo, als ze dan naar beneden gaan, dan nemen ze die op. En dan brengen ze die terug hier. En zo gaat het dan. Hier is de Skydive Airport. En dit is tamelijk dicht bij ons huis. Zo, ik wil jullie even een idee geven of hoe dat eruit ziet. Als het op zaterdag en zondag is het meestal heel druk hier vanavond, 's avonds, in de middag en de morgen. En dan zijn er veel skydivers die van deze vliegveld gebruik maken. Okay, another blik hier op het vliegveld. Het is jammer dat er op het ogenblik te veel wind is. Zo, er zijn geen skydivers in de lucht. Maar we gaan naar binnen hier in de bomb shelter en te zien wat daar aan de hand is. Skydive Paris. Ook kan je hier van binnen skydive. Mijn
kleindochter heeft dat gedaan. Dan, dan persen ze je omhoog met een heleboel lucht. En dat is natuurlijk heel fijn. Zo, hier zijn we dan at de bomshelter. Dit is het café en bar. Dat is bij het vliegveld waar de skydivers gebruiken. Ik ga hier wel eens naartoe en heb een biertje te drinken en iets te eten. Zo in ieder geval, dit is van binnen. En zo ziet het eruit. Hallo. Zo, nou jullie in Nederland kunnen zien hoe er alles uitziet. Jammer genoeg, het waait een beetje te veel, zo er is niemand in de lucht. Zo, ik zal maar ophouden.